Wordt de Amsterdam Arena omgedoopt tot het Johan Cruijff Stadion? Dit is de Nu Sportminuut. Nu Sportminuut wordt mede mogelijk gemaakt door Nivea Men Sensitive Scheer Gel. In Barcelona is al een stadion naar hem vernoemd. Hier in de hoofdstad grondt het al maanden van de geruchten. Wordt de Amsterdam Arena het Johan Cruijff Stadion? De familie van de eeuwige nummer 14 verwacht dat er volgende week, als Johan 70 zou zijn geworden, eindelijk een beslissing valt. Het is waarschijnlijk einde seizoen voor Manuel Neuer. De keeper van Bayern München heeft een botbreuk in zijn linkervoet opgelopen tijdens de kwartfinale van de Champions League tegen Real Madrid. De verwachting is dat het herstel 8 weken gaat duren. Ze is vandaag 30 jaar geworden, maar heeft nog meer reden voor een feestje. Maria Sharapova maakt haar rentree in het toptennis. In Stuttgart zal ze volgende week weer op de baan te bewonderen zijn na een schorsing van 15 maanden wegens dopinggebruik. En Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld staan morgen weer tegenover elkaar in Belfast tijdens de Premier League Darts. De fans krijgen waar voor hun geld, want publiekslieveling Phil Taylor komt maar liefst 2 keer in actie. Tot zover de Nu Sportminuut. Tot morgen.